Ja, ik zit nog vol van mijn Twix-taart. Dat is niet normaal, hè? Ja, die vult echt. Dat is eigenlijk voor mij, dat jij hem op. Ja, je ziet het nu steeds vaker. En in die grote steden is het natuurlijk al heel veel, maar ja, hier nog niet echt. Ivo en Melanie, nou ja, ja. Ivo kennen we van Stoom. Jij zit hier al een tijdje. De oude stationsrestauratie voor ieders goede orde. Ja. Melanie kennen we van Salon 0118 onder meer. Ja. En daar was je mee gestopt. Ja. En tot mijn grote verbazing duikt jouw naam opeens op bij de Laura's Bar? Laura's Foodbar. Foodbar. Ja. Ja. Nou ja, en dan is inderdaad gelijk de eerste vraag. Wie is Laura? Want ja. Dat ben jij niet. Dat ben ik niet. Ik ook niet. Nee. Laura is een naam die in onze familie heel veel, zij is mijn nichtje, ja. Mijn oom. Ja, dat wist ik dus ook niet. Ja. Laura is een naam die in onze familie heel veel voorkomt. Mijn oma die heette Laura, mijn dochter, haar tweede naam is Laura. Mijn nichtje, haar tweede naam is Laura. Dus het is een soort familieding. Ja. En het bekt ook lekker, Laura. Ja. Ja, klopt. Maar hoe is het verhaal? Want je zat in een kapsalon eigenlijk gewoon, hè, samen met Alice, deed je dat? Ja, met El. Ja. Maar dit is een heel andere tak van sport. En Stoom was natuurlijk ook altijd al een beetje een ontwikkeling. Want jij hebt toch altijd met je contracten met de NS, de onzekerheid gaat daardoor. Klopt. Maar nu hoorde ik tussendoor ook nog dat jullie eigenlijk samen in Goes iets wilden beginnen. Maar wat is dan nu de stand van zaken en wat zijn jullie plannen dan nu? Ja, nou ja. Gezien ook het hele corona gebeuren is dat even een laag pitje. We zijn wel op zoek naar een andere locatie, of Middelburg of Goes, dat mag allebei. Moet wel passen binnen ons concept, qua grootte en qua locatie. Maar dat ligt nu dus gewoon even stil. Ja, we hadden in principe een akkoord bereikt met Greg van Honey Pie. Ja, ja. Alleen met de huurbaas liep het anders dan dat we gehoopt hadden. Ja, ja. Dus, nou, dat zijn we verder aan de dingen. Dat we nu ons vooral concentreren ook op feestenpartijen, bruiloften, buitenshuis. We hebben ook een foodketen die zijn we aan het... Dat zag ik op Facebook een paar keer voorbij komen. Ja, het is nu ook bijna klaar. Maar jullie concept, want Ivo, ik zag bij jou al, jij was in een vrij korte tijd, ging jij specialiseren in vegan en de vegan keuken, zo kan je dat wel uitdrukken toch? Of heeft dat nog een andere naam, veganistische keuken? Veganistische keuken. Jij deed ook maandelijks, had je evenementen hier en dergelijke, dus daar heb je al wat naam mee opgebouwd. Maar wat is jullie concept? Want toen ik net binnen stond, kreeg ik een taart en dat was een redertaart. Ja. En die noemde jij ook vegan, maar ik had gewoon het idee dat ik een reder stond te eten bij mijn colaatje. Ja, dat was een vegan Twix-taart. Ja, Twix, hè? Ja, ik zeg nog steeds, ik ben een beetje old school. Ja, Twix, ja. Ja, ja, ja. Maar wat is het concept precies? Want jullie gaan voorlopig beginnen jullie met takeaway, dus afhalen. Ja. En dat loopt ook al storm, zei je daarnet. Ja, dat gaat echt. Maar wat kunnen de mensen dan hier bij jullie bestellen en hoe gaat het in zijn werk? We hebben nu een beperkte kaart, zeg maar. En die is deels opgebouwd tot gerechten die we al bij Stoom voeren, die daar al bekend zijn en goed lopen. En aangevuld met het nieuwe gerechten die we samen ontwikkeld hebben. En een van is de vegan sushi die we onder andere hebben. Een aantal nieuwe dingen zijn inderdaad de vegan Twix-taart, vegan muffins die we zelf maken. Broodje Bami is vrij recent. Dat heb ik uit Vietnam vandaan gehaald toen ik daar vorig jaar op vakantie was. Okay. Maar alles vegan. Nog 4 uur is het afgehaald, dus we moeten flink aan de bak zo nog. Ja. En hoe is jouw ervaring? Want je kok knip als de beste, maar hoe is dat met je kookkunst? Moet je dat nog een beetje leren? Of? Ja, kijk, ik kan wel een beetje bakken. Dus de Twix-taart die je net op hebt, die heb ik gebakken. Maar ik moet in de keuken wel echt nog wel alles leren, maar dan kan ik van Ivo. Ja. Dus beetje bij beetje. Ja, en in deze plek, jullie hebben natuurlijk wel alle ruimte en volgens mij is de keuken hier ook gewoon, daar ben je wel van alle gemakken voorzien, toch? Ja, dus je kunt hier wel prima werken voorlopig. Absoluut. En wat zijn jullie openingstijden? Dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. Kunnen mensen, als ze willen bestellen, gewoon via Facebook of is er een website? Via de app of even bellen. Staat ook op de Instagram. Voorlopig zijn we alleen op vrijdag en zaterdag geopend voor afhalen. Okay. In ieder geval zolang de coronamaatregelen. Dus eigenlijk moet ik dit er zo meteen al gelijk opzetten. Dan pikken we in ieder geval zaterdag wel mee. Dat zou zomaar kunnen. Of zijn jullie voor vandaag al uitverkocht? We zijn niet uitverkocht, maar het gaat wel heel hard, moet ik zeggen. Ja. Echt heel hard. En als je dan bestelt tussen hoe laat en hoe laat, kan je dan afhalen de hele dag door? Tussen 4 en 6. Oké, okay. Nou dat is allemaal heel duidelijk. Ja. En de Zeeuwse vragen, is het ook een beetje betaalbaar allemaal? Ja. Kom goed. Ik wens jullie veel succes. Dankjewel.